Leuk dat je kijkt naar Paupervlog 6 alweer. Inmiddels is de cast van het Pauperparadijs druk aan het repeteren. En ook het ensemble is al zo'n anderhalf week geleden begonnen. Jullie hebben ze al even voorbij kunnen zien komen in Paupervlog 5. En vandaag ga ik jullie meenemen naar een repetitiedag van het ensemble. Het is heel leuk om te zien hoe alles nu bij elkaar komt. Kijk, jij bent natuurlijk Pauperparadijs-veteraan vanaf het eerste uur. Maar wij moeten het allemaal soort van in een no-time in elkaar zien te leren en te doen. Maar het gaat volgens mij wel goed. Ja. Ik vind het heel leuk, een hele leuke groep. Wat vind je het leukste aan de voorstelling? Het leukste vind ik aan de voorstelling? Wat ik denk ik goed is dat het een echt gebeurd verhaal is wat bijna niemand weet. Dus als ik het ook vertel van ik ga Pauperparadijs inspelen en dan vertel ik het verhaal en het is echt gebeurd. Ik denk dat van heel veel, ik wist namelijk ook niet dat het echt gebeurd was. Dus ik denk dat het misschien heel, dat een soort van een nieuwe geschiedenis is. Ja. Voor heel veel mensen, inclusief mezelf. Ik heb kostuums doorgepast en alles is heel groot en wijd. Dus ik kan denk ik gewoon elke avond een Indonesische rijsttafel eten zonder dat ik enige probleem in uiterlijk heb. Dat is een voordeel. Lijkt me heerlijk. Ja, dat is een enorm vooruitzicht. Ja. En ik ben dit jaar colleague-tutor voor het ensemble. Dus ik ben muzikale assistent van Lavalu, die de componist is, die alle muziek gemaakt heeft. Maar zij is ook bandleider en doet ook zelf een rol. Dus ik ben erbij nu om echt wat extra aandacht aan het koor te geven, zodat het kan knallen. Dus het is soms een beetje wisselen met petten. Ja. Maar het is echt super leuk om te doen. Vooral dat het echt zo'n fijne groep is om mee te werken. En dat op dag 1 dat we het eerste muziekstuk begonnen. En dat gewoon meteen, je kon gewoon meteen muziek gaan maken. Dus je echt in alle details, qua klank en qua volume, je gewoon echt samen muziek kan maken. En dat is echt heerlijk om te doen. Ja. Als je dat terugkrijgt ook van de groep. Dus dat is heel fijn. Ja. Nou, een beetje af. Ja, de repetitie zit erop. Onwijs goede dag gehad. We hebben meters kunnen maken vandaag, het was warm. Maar we hebben nieuwe koorstukken, nieuwe muziekstukken, nieuwe danspasjes. Dus dat wordt instuderen.